De Wereld Patiënt Veiligheidsdag wordt jaarlijks herdacht op 17 september. In dat kader organiseerde gisteren de PAHO in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een workshop. Deze workshop had tot doel te discussiëren over patiëntveiligheid ten einde onze samenleving en vooral de patiënt hiervan bewust te maken. Er moet een aanzet zijn om te komen tot maatregelen voor vermijdbare schade en letselvermindering, zegt Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie onderneemt continu acties om het niveau van de patiëntveiligheid te optimaliseren.